Zijn er afspraken gemaakt over de prijs van de JSF? Minister Hennis zegt van niet, maar de Kamer wil tekst en uitleg. En dat gebeurt op dit moment. Verder in het nieuws vandaag. Grote wapenvondst in Loosdrecht. En omdat de melkprijs laag is, gaan er heel veel koeien naar de slacht. Goedenavond. Minister van Defensie Hennis weet meer over de kosten van de nieuwe straaljager JSF dan ze heeft verteld aan de Tweede Kamer. Bronnen melden aan de NOS dat ze door haar Amerikaanse collega Hagel in een apart gesprek gerustgesteld is over de kosten van het toestel. Niks kwam officieel op papier, maar de minister was er wel heel erg blij mee. Alleen de Tweede Kamer weet helemaal niks van dat gesprek en wil vanavond opheldering. Wat gaat de JSF kosten? Die vraag houdt Den Haag al meer dan 10 jaar bezig. De Tweede Kamer is hongerig naar iedere snipper informatie. Vraag aan Hennis, is er een prijsafspraak met Amerika over de JSF? Zeker niet, zegt de minister dan. Maar de NOS weet dat Hennis wel heeft overlegd met haar Amerikaanse collega Hagel. Die gaf geen formele garanties, maar wel zijn persoonlijke geruststelling dat de 4,5 miljard euro die Nederland apart heeft gezet genoeg is om de JSF te kopen. De Tweede Kamer kreeg niets van dat gesprek te horen. Dat had zij zeker moeten zeggen, want we hebben haar daar in november uitdrukkelijk naar gevraagd. Als het gaat om de informatie rondom prijs en eventuele garanties die daar zijn afgegeven, dan is dat wel relevante informatie die met de Kamer gedeeld moet worden. Als de minister de Kamer daarop onvolledig heeft geïnformeerd, dan heeft ze een groot probleem. Maar de minister houdt voet bij stuk. Er zijn geen prijsafspraken. Ik heb tijdens de begrotingsbehandeling al aangegeven dat natuurlijk het bijna vanzelfsprekend is dat je contact hebt met collega's in partnerlanden. Natuurlijk heb ik ook met Chuck Hagel over de F-35 gesproken. Die zei toen het komt wel goed met jullie berekeningen. Was dat maar waar, want het, nogmaals, dan had het mij een heleboel tijd en energie bespaard. Dat heeft hij niet gezegd? Nee, hij heeft zeker niet gezegd het komt wel goed. Ja, Ron in Den Haag. Nou ja, het is het nee van de minister tegenover het ja van de bronnen van de NOS. Ja, het wordt een welis nietes, denk ik. Kijk, de minister heeft op zich gelijk als ze zegt, er zijn geen garanties over de prijs afgegeven, niet op papier. Dus ik heb de Kamer alles verteld wat ik daarover wist. Alleen wij weten uit betrouwbare bronnen dat er dus wel degelijk een gesprek heeft plaatsgevonden met de Amerikaanse minister van Defensie, waarin hij ter geruststelling heeft gezegd, Nederland hoeft zich geen zorgen te maken, die JSF wordt niet duurder dan die 4,5 miljard. En de Kamer zegt, ja, dat hadden we wel graag willen weten als dat zo is. En waarom zou de minister die geruststelling niet hebben willen melden? Nou, dat weten wij natuurlijk ook niet. Dat was een 1-op-1 gesprek tussen de minister in Amerika en de minister van Nederland. Het kan zijn dat de Amerikanen hebben gezegd, we willen niet dat deze geruststelling openbaar wordt. Wat wel zo is, is natuurlijk dat de Amerikanen op het moment dat het gesprek plaatsvond wel een belang hadden om Nederland gerust te stellen. Want Nederland was een van de eerste landen, een van de eerste kleinere landen, die die JSF moest gaan kopen. Ja, waarom is dat zo erg daar niks over zeggen? Want die afspraak uiteindelijk is helemaal niet slecht dat we ze voor een goede prijs kunnen krijgen, die toestellen. Nee, inderdaad. Nou, het is erg, want de Kamer heeft tot nu toe alles willen weten over die JSF. Elke sprakkel papier, dat is geen goed Nederlands, maar goed, elk stukje papier wat erover verscheen, dat wilden ze weten. En de discussie ging natuurlijk steeds over de vraag, ja, wordt dat ding niet te duur? Steken we onze nek niet in een strop die ons uiteindelijk miljarden kost? Dus de Kamer zegt, als deze informatie nu gegeven is door de Amerikanen, hadden we dat willen weten. Het is geen misleiding van de Kamer of het bewust op het verkeerde been zetten van de Kamer om er beter van te worden. Dus het is in die zin geen politieke doodzonde. Maar de Kamer zegt, ja, wij hadden wel willen weten wat er aan de hand was. En dat willen ze vanavond in het debat wat nu aan de gang is ook weten. Maar ik denk dat het een beetje wel eens nietes blijft vanavond. Okay. Dank je, Ron vanuit Den Haag. Ja, en door naar Maastricht. Onno Hoes, nog even burgemeester van Maastricht, heeft vandaag meteen aangifte gedaan tegen Po-nieuws en de maker van de verborgen camerabeelden. Hij beschuldigt ze van smaad en laster, omdat ze die beelden stiekem maakten en uitzonden. Gaat de strijd aan. Hij pikt het niet dat een deel van zijn privéleven op straat is komen te liggen. En dan vooral de manier waarop. De kans dat de rechter hem gelijk geeft lijkt groot. Als je echt een misstand aan de kaak stelt, dan kan je een verborgen camera gebruiken als er geen enkele andere methode is om dat te doen. En bij het uitzenden daarvan moet je rekening houden met de privacy van degene die je in beeld brengt. En dat is hier niet gebeurd. De eerste vraag is of het echt een misstand is die hier aan de kaak is gesteld. Daar kan je je vraagtekens bij zetten. De tweede vraag is of er geen enkele andere manier was om dit
naar buiten te brengen. Nou, dat denk ik ook van wel. En met de privacy van Onno Hoes hebben ze totaal geen rekening gehouden. Hoes wil voorkomen dat openbare bestuurders vogelvrij worden verklaard en continu op hun hoede moeten zijn, ook in privé-tijd. Maar de voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters denkt dat het zo'n vaart niet zal lopen. Want de zaak van Onno Hoes is uniek. Nou ja, het is natuurlijk onmiskenbaar zo dat daar op zijn gedrag natuurlijk ook het een en ander is aan te merken. Dat heeft de gemeenteraad van Maastricht eerder natuurlijk ook gedaan en hem ook een waarschuwing gegeven. Dus ja, je kunt ook zeggen gewaarschuwd mens stelt voor twee. Maar dat rechtvaardigt niet, denk ik, om iemand zo op zo'n manier in de val te lokken. Bij Po-Nieuws willen ze geen reactie geven op de aangifte van Hoes. Een speciale verkeerscontrole in Amsterdam-Zuidoost leidde naar drugsdealers op de A9. En die drugsdealers leidden de politie weer naar heel veel wapens in een huis in Loosdrecht. De Amsterdamse politie heeft deze week te midden van al het liquidatiegeweld een grote slag geslagen. Een kleine, vrijstaande, wat verscholen woning aan een doorgaande weg. Gesloten vitrage, gekleurde kaarsen, heel gewoon. Maar na klassiek speurwerk met observatie, volgen en aanhouden ontdekte de politie dat het helemaal niet zo gewoon was. Afgelopen dinsdag is er een dynamische controle geweest. Dat betekent dat rechercheurs en politiemensen in uniform bepaalde plekken, in dit geval zijn dat plekken waar criminelen nog wel eens komen, observeren. Daaruit is een actie ontstaan waarbij er een deal, een cocaïnedeal, plaatsvond in een woning. De mensen die daaruit kwamen uit die woning hebben we aangehouden. Maar daar werden ook vuurwapens bij aangetroffen. En vervolgens leidde dat naar de woning in Loosdrecht. In Loosdrecht hebben we 17 Kalashnikovs, een assault rifle, 15 aangetroffen. 7 handvuurwapens en 35 handgranaten. En daarnaast ook nog een hoeveelheid vermoedelijk cocaïne. Kalashnikovs, een assault rifle, handgranaten. Geen wapens voor zomaar een overval. Nee, het is precies het soort wapens dat de afgelopen tijd soms gebruikt is bij liquidaties. Een hele interessante vondst dus voor de politie, juist in een week die in het teken stond van ongekend crimineel geweld. Is het enig verband met de liquidaties van de afgelopen tijd? Ik snap dat u die vraag stelt. Die Kalashnikovs, dat zijn wapens. En daar vindt natuurlijk sporenonderzoek op plaats. Niet alleen vingerafdrukken en DNA, maar ook zullen daar schietproeven mee gedaan worden om te kijken of die wapens al in het verleden bij criminele activiteiten gebruikt zijn. Het huis blijkt eigendom van twee broers die eerder in verband werden gebracht met wapenhandel en het passageproces over, jawel, liquidaties in de onderwereld. Op de boksschool waarvan ze lid waren, werden ze wel de Daltons genoemd. De politie heeft bij de acties in Amsterdam-Zuidoost op de A9 en in Loosdrecht 7 mensen aangehouden. Oekraïne dreigt failliet te gaan, dat zegt de premier van het land. Volgens hem is er nog maar één oplossing, geld. Nog meer geld uit het Westen. Met een grote internationale donorconferentie wil hij 12 miljard euro ophalen om zo zijn land te redden. Для того, щоб отримати фінансову допомогу, для того, щоб вижити в цей складний період часу, для того, щоб не допустити дефолту, нам потрібна міжнародна донорська конференція, затвердження плану відновлення України на цій донорській конференції і допомога наших західних партнерів. Met het IMF lopen al onderhandelingen over een hulppakket van ruim 13 miljard euro. Maar nu is al duidelijk dat er veel meer geld nodig is om de economie weer op gang te krijgen en de enorme inflatie terug te dringen. De schatkist van Oekraïne is zo goed als leeg en de gevolgen daarvan zijn in het hele land goed te voelen, ook hier in de straten van Kiev. Я їх раніше і по 30 продавав, вот эти вертолёты. А сейчас, думаю, народ стал беднее из-за курса. Я буду лучше дешевле продам, чтоб, ну, все, я не всё равно торгуются, говорят, давай за 20, я отдаю за 20, потому что, ну, Het land moet nog steeds een hoge gasschuld aan Rusland terugbetalen. Maar ook de oorlog in het oosten kost veel geld. De economie ligt er plat en buitenlandse investeerders blijven weg. Met als gevolg een torenhoge inflatie. Hier stond 2 dagen geleden nog 19. In korte tijd is de grivna weer minder waard geworden. Het gaat slecht met de economie van Oekraïne. En het IMF waarschuwt dat het land miljarden nodig heeft om op de been te blijven. Omdat de nationale munt steeds minder waard wordt, vluchten de mensen in euro's of dollars. Maar ook deze buitenlandse valuta raken op. Мне нужно купить товар. Компьютерные коммуникации, например, которые товар с Америки расплатиться должна долларами. А где их взять? Вот это проблема.
Maar dat is onzin, meent de directeur van de Oekraïnse Centrale Bank. Voor het oog van de camera zou zij wel even demonstreren dat er nog gewoon dollars te koop zijn. Девушка, мы хотим $200 купить. А почему вы делаете вид, что вы нас не видите? Maar zelfs voor de bankdirecteur bleef het loket dicht. Ze vluchten samen uit Syrië en inmiddels zijn ze na heel veel omzwervingen hier in Nederland. Maar hun oudste dochter is achtergebleven. Syrische vluchtelingen mogen hun man of vrouw en hun minderjarige kinderen naar Nederland halen. Meerderjarige kinderen vallen niet onder de regeling. De UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN, vindt dat niet kunnen. Ze zijn veilig in Nederland en hebben een huis in Weert. Zaki, Sausan en hun kinderen Isa en Christel. Maar hun oudste, Joyce, is achtergebleven in Libanon. Elke dag hebben ze contact met elkaar. Hi, Kievik. Hi, Habibi, Sonic. Nee, hou een tie. En dan meneer Habibi, bestaat de lekker. Nee, hoe Anneke, man? Nou, man, ik heb me opgesteld in Lennon. Je hoort niet, ik ben hier. Dijman, belly, maar school aan je. Dijman, ga je verhaal aan je. Ik heb de reden dat ik kon jumpen. فالوضع الوضع صعب ما ممكن اترك بنتي عمرها 20 سنه اتركها لحالها. Kinderen ouder dan 18 mogen niet naar Nederland komen in het kader van gezinshereniging. Koffie zetten, tv kijken, wachten op telefoon uit Nederland. Zo ziet haar leven eruit de laatste maanden. كانت فتره كثير صعبه لوقت ما اجى الوقت انه يسافروا وفلوا على هولندا وراحوا وانا اضطريت ابقى هون. Broer Isa was 17 en mocht dus wel mee. I didn't want to come here and live her there alone, but she wanted me to come here. She can walk on the streets and they see her and they know that she's Syrian. They can hurt her. I'm really worried, yeah. Er zijn meer meisjes zoals Joyce, zegt de UNHCR, achtergebleven vanwege hun leeftijd in landen als Syrië, Irak en Libanon, waar hun veiligheid niet kan worden gegarandeerd. Waarom een meerderjarig meisje achterlaten in een land waar ze niet veilig is, waar ook seksueel geweld plaatsvindt ten opzichte van meerderjarige meisjes? En dat is onze grote zorg. Laat die in godsnaam bij elkaar blijven, die hele familie. Dat is goed voor de familie. Het is zeker goed voor het meisje. De 5-jarige Christel gaat nu een paar maanden naar school. De familie zit op Nederlandse les. En Joyce, die blijft hopen dat ze ook mag komen en oefent via internet. Ik ben Joyce. Goedemorgen. Goedendag. Ja, natuurlijk ook een reactie gevraagd aan staatssecretaris Steven. Hij laat weten dat er voor meerderjarige kinderen genoeg mogelijkheden zijn om naar Nederland te komen. Namelijk als er sprake is, zegt hij, van extreme afhankelijkheid. Ontslagen in de krantenwereld. Het personeel van de kranten van uitgeverij Wegener is vandaag op de hoogte gebracht. De Belgische persgroep neemt het bedrijf over. En dat betekent dat er 275 banen verdwijnen. De persgroep krijgt een steeds groter deel van de Nederlandse kranten in handen. De uitgever kocht in 2003 het Parool. En de persgroep nam later de Volkskrant, Trouw en het AD met al zijn lokale edities over. Kranten in het hele land dus. En nu, als de fusie volgend jaar wordt goedgekeurd, komen daar ook de kranten van Wegener bij. Onder meer de Stentor, Tubantia en de Gelderlander en heel veel huis- en huisbladen. Bij deze fusie verdwijnen dus 275 van de bijna 3000 banen. Waarvan er zo'n 90 journalistieke functies. De rest zijn niet journalistieke banen. De man die in 2011 twee mensen doodde in Buffalo in Groningen heeft in hoger beroep een fors lagere straf gekregen. 6 jaar cel en tbs. Vorig jaar kreeg hij nog 28 jaar. Hij sloeg in 2011 zijn vriendin dood en doodde daarna een agent met zijn dienstwapen. De rechtbank sprak vorig jaar van dubbele moord, maar het hof acht dat niet bewezen omdat de man voor een deel ontoerekeningsvatbaar was. Iedereen met een zorgverzekering krijgt geld terug. Een onderzoekscommissie zegt dat ziekenhuizen de afgelopen jaren rekeningen stuurden die soms te hoog waren. Het gaat niet om fraude, zegt de commissie. De rekeningen klopten niet door veel te ingewikkelde declaratieregels. Het is nog niet bekend hoeveel geld wordt teruggestort. Frans Timmermans is door de parlementaire pers uitgeroepen tot politicus van het jaar. De oud-minister van Buitenlandse Zaken, inmiddels eurocommissaris in Brussel, wordt onder meer geroemd vanwege zijn toespraak in de Veiligheidsraad in de nasleep van de ramp met vlucht MH17. In Washington heeft CIA-directeur Brennan gereageerd op de harde kritiek op zijn dienst.
In een rapport van de Senaatscommissie werd het martelen van terrorismeverdachten scherp veroordeeld. Brennan geeft toe dat er vooral in het begin fouten zijn gemaakt en dat een aantal CIA-mensen ondervragingstechnieken gebruikten die niet geoorloofd waren. Vanavond in Nieuwsuur veel meer over die toespraak van de CIA-baas. Je mobieltje heb je altijd bij je, net zoals je sleutels en je portemonnee. Maar dan moet je het wel doen natuurlijk. In 2012 bleek bij een brand in Rotterdam dat het mobiele netwerk heel kwetsbaar is. En daar moest iets aan gebeuren. Vanaf vandaag is er een noodvoorziening. Het was even schrikken, 2 jaar geleden. Ik heb alleen maar noodoproepen. Dus kan eigenlijk helemaal niks. Leg het systeem eruit bij ons. Ja, we hebben bij Vodafone is een brand aan de gang. En daar hebben we allemaal storing van. En die brand was de aanzet om te gaan werken aan een noodvoorziening. Ik wil wel bekijken welke mogelijkheden er zijn, omdat mensen zoveel last ervan ondervinden, om toch die netwerken open te stellen. De volgende minister kon het vandaag presenteren met de 3 grote telecombedrijven. Alleen misgezindheid, hè? Ja, dat is wel. De 3 netwerken zijn met elkaar verbonden. Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt en op die manier is de zaak nu nog bedrijfszekerder in Nederland dan die in het verleden al was. Is hiermee nu de kwetsbaarheid voldoende afgedekt? Niet 100%, omdat het niet mogelijk is om al het internetverkeer, om dat ook door de anderen te laten opvangen. Daar gaat het om zo ontzettend veel data. Dat wil je daar capaciteit voor hebben, reservecapaciteit voor hebben, zijn daar enorme investeringen voor nodig. Die investeringen zijn nu nog te groot, afgewogen tegen de zeer kleine kans op een grote storing en de nog geringe afhankelijkheid van mobiele data. Maar dat beeld verandert. Vitale infrastructuren worden steeds afhankelijker, ook van die mobiele data, door het uitlezen van meters op afstand en dergelijke. Het zal in de komende jaren steeds belangrijker worden. Ja, dan zullen die datanetwerken misschien wel op een andere manier een backup moeten gaan krijgen. De nieuwe noodvoorziening kan ongeveer 1 miljoen mobiele aansluitingen aan en is dus alleen geschikt voor een regionale crisis. In Brussel hebben boeren uit verschillende Europese landen geprotesteerd tegen de lage melkprijs. Die is intussen zo ver gedaald dat bij veel boeren de kosten hoger zijn dan de baten. De Europese leiders moeten het ontgelden bij de boeren. Ze eisen nieuwe regels van Brussel. Boeren zouden minder melk op de markt mogen brengen als de prijs te laag is. Waardoor je in crisissituatie de productie terug kan nemen. Dan wordt er niet geproduceerd. Is ook weer een signaal aan de handel. Nou, goedkopere melk komt er niet, want de boeren melken het niet meer. En dan herstelt de markt ook veel vroeger. Volgend jaar wordt het melkquotum afgeschaft, waardoor er juist meer melk op de markt komt. Daarnaast hebben de boeren last van de Russische handelsboycott. En die lage melkprijs veroorzaakt ook nog iets anders. Steeds meer koeien gaan naar de slacht. Slachten levert meer geld op dan koeien melken. Rond de kerst wordt er altijd al meer geslacht, maar om een idee te krijgen, in deze week, in 2012, bijna 11.000 runderen. In 2013 11.500. Maar deze week, dit jaar, bereikt het aantal geslachte runderen een recordhoogte van meer dan 15.000. De laatste 1,5 maand hebben we 6 of 7 koeien naar de slager gedaan. Nou, op een koppel van een kleine 70 koeien. Dus dat is eigenlijk, ja, dat is 10% van je koeien. Eigenlijk zonde, dat is jammer. De koeien waren nog vrij jong en produceerden nog genoeg melk. En toch, met de huidige melkprijs had het geen zin om ze te houden. In de laatste 3 maanden denk ik dat we ongeveer een 13, 14 cent omlaag zijn gegaan. En dat is veel? Op elke liter, dan is dat veel. Om kostendekkend te kunnen werken, dan zit je toch wel op de 32 cent bij ons. Ja, als je nu zit je op een fabrieksprijs van 31 cent, 31,5 cent. Dus u verliest de geld op. Dus nu gaat het eigenlijk al geld kosten. 1,5 jaar lang was de melkprijs juist uitzonderlijk hoog. Maar veel melkveehouders hebben hun extra opbrengsten geïnvesteerd in nieuwe stallen en extra koeien om volop melk te kunnen leveren als in april het melkquotum vervalt. Daar speel je dan op in en iedereen speelt daarop in. En die denkt, nou ja, na 2015 dan zijn alle beperkingen opgeheven. Nou, dan valt de vraag al een heel stuk weg. Je zit met een vliegtuig wat neergehaald wordt, Rusland die de grenzen dichtgooit. Zo vlak voor de kerst leveren de melkkoeien in elk geval nog iets op bij de slachterij. Al zal niet iedereen het vlees op zijn kerstmenu zetten. Het zijn gewoon worstkoeien, ja hoor. Ja, nee, biefstuk zal hij niet vanaf halen. En, ja, je kende je kometpannetje van je schoonmoeder maar vullen. Maar, stoofvlees. Ja, precies.
Sinds een paar jaar kijken we toch weer anders naar het Eurovisie Songfestival. We deden het goed de afgelopen jaren, dat wil zeggen Anouk deed het goed, de Common Linnets ook. En dus rust er wel iets op de schouders nu van Treintje Oosterhuis, de zangeres die Nederland gaat vertegenwoordigen. En sinds vandaag weten we ook met welk liedje. Walk Along heet het nummer. Treintje luisterde alleen. Live zingen doet ze morgenavond voor het eerst in haar tv-programma The Voice of Holland. Maar met de studioversie is ze al heel erg tevreden. Een super catchy, vrolijke upsong. Een popsong, straight up popsong. En zoals gezegd, de lat ligt hoog. 2 jaar geleden werd Anouk 9e. Vorig jaar werden Ilse de Lange en Waylon zelfs 2e. Treintje zegt dat ze voor de winst staat. Natuurlijk, als ik er eenmaal sta, ben ik een streber. Dan wil ik voor Nederland winnen. Maar je moet ook reëel zijn. Je moet positieve energie geven en zo goed mogelijk doen waar jij goed in bent. Ja, en hoe goed Walk Along het gaat doen, weten we op 23 mei. Dan is de finale van het Songfestival in Wenen. Het was misschien niet zo lekker weer vandaag, maar in ieder geval wel heel goed weer voor het NK tegenwind fietsen op de Oosterscheldekering. 3, 2, 1, go. Ongeveer 200 deelnemers fietsten 8,5 kilometer over de kering. Racefietsen en versnellingen waren verboden. Met de harde westenwind, kracht 7, betekende dat flink trappen. Ik heb wel kramp in mijn kuit nou, dus we moeten wel even rusten. Alle deelnemers haalden de finish. Ja, en dat was niet overal mogelijk, denk ik, Marco. Het was niet overal zo'n harde wind. Nee, in het binnenland viel het wel mee. Overigens komt er morgen daar nog wel een schepje bovenop. Dus willen ze het nog een keer proberen met iets meer tegenwind nog, met meer tegengas. En dan komt die kans heel snel. Het werd even wat rustiger in de loop van de dag en zag het er best fraai uit. Nou, dat rustige weer hebben we nu ook, maar er gaat heel wat veranderen de komende 24 uur. Eigenlijk niet zo heel veel. We hebben met een trein van lage drukgebieden te maken. En daar zaten we vandaag ook al in met die lijnen van gelijke druk vrij dicht bij elkaar. Het waaide dus stevig. Sterker nog, het heeft al een klein beetje gestormd. En we moeten naar dit gebied kijken. Op de oceaan ligt dat nu nog en dat komt geleidelijk aan onze kant op. Dat ontwikkelt zich ook de komende uren en gaat dan via het Engels Kanaal zo voor de kust langs om morgen aan het eind van de dag al boven het zuiden van Zweden te liggen. Gaat dus heel snel. Morgen aan het eind van de dag begint het bij ons ook rustiger te worden, maar in de tussentijd hebben wij dus een stormveld overgekregen. Nou, nu wordt het eventjes iets rustiger in onze omgeving en dat betekent dat de buien er een beetje uitgaan. Die buien hadden we vandaag echt nog wel flink en op dit moment vallen er ook nog wel een paar, met name in het noorden van het land en verspreid ook over het zuiden wel. Maar het wordt dus eventjes droog met wat opklaringen. Aan het eind van de nacht raakt het alweer bewolkt. En dan gaat het ook regenen en dan begint de wind alweer aan te zwellen. Temperaturen liggen vannacht op een minimum van, en dan ga ik toch even terug, van een graad of 6. We gingen iets te snel. En dan gaat het dus aan het eind van de nacht regenen. Dan gaat ook de wind behoorlijk aantrekken. Wordt langs de kust al stormachtig, windkracht 8. Nou, die windpiek gaan we morgenochtend vroeg krijgen. En die ziet er dan als volgt uit. In de kustgebieden krijgen we te maken tussen 5 uur 's ochtends en 3 uur 's middags met windstoten tot 110 km per uur. Dat zijn zeer zware windstoten. En dan hebben we te maken met een stormkracht, windkracht 9. In het binnenland staat iets minder wind. Komen we op zo'n 75 tot 90 km per uur. En moet je aan windkracht denken, gemiddelde wind van een windkracht 7, een harde wind. Nou, dan uiteindelijk, aan het eind van de dag, en dit kaartje hebben we al even kunnen zien, begint de wind langzaam wat af te nemen, is 9 graden geweest en wordt het heel voorzichtig ook wat droger. En dan gaat het weer opnieuw omslaan, want in het weekeinde een heel ander plaatje. Het is op de meeste plaatsen droog. De zon schijnt van tijd tot tijd en de wind houdt zich redelijk rustig. Temperatuur in het weekende 5 of 6 graden is normaal voor de tijd van het jaar. En na het weekende wordt het dan weer wisselvalliger met meer wind, maar ook met oplopende temperaturen. En tot zover dit NOS-journaal met als belangrijkste nieuws. Minister Hennis, de minister van Defensie, ontkent dat ze afspraken heeft gemaakt met de Amerikanen over de prijs van de nieuwe JSF. De Tweede Kamer had ervan willen weten, van die afspraken. Het debat is nog bezig. Meer nieuws om 10 uur in Nieuwsuur. En morgenochtend zendt de NOS de uitvaart van de Belgische koningin Fabiola rechtstreeks uit. Dat is vanaf 10 voor 10 op NPO 1. Goedenavond.